De gemeente Apeldoorn heeft ruim 600 miljoen aan leningen. Op 250 miljoen daarvan heeft de gemeente renteswaps afgesloten. Renteswaps vallen onder de derivaten. Afgelopen jaar raakte de woningcoöperatie Vestia in de problemen door slecht toezicht op derivaten. Dat roept de vraag op welk risico de gemeente met het gebruik van renteswaps loopt. We vroegen het aan de wethouder en een onafhankelijk specialist. Meneer Volkertsma, de gemeente Apeldoorn heeft een deel van haar leningen afgedekt met derivaten. Nou is derivaten een verzamelnaam. Wat zijn dat eigenlijk? Een derivaat is eigenlijk alles wat is afgeleid van het onderliggende product. Een derivaat is letterlijk een afgeleid product. Je kunt het best zien als u een huis zou kopen. En u twijfelt, kunt u zeggen tegen de makelaar, ik neem een optie op dat huis. En zo'n optie, dat is eigenlijk een derivaat. Wij lenen een gedeelte van ons geld op de dagmarkt. Dat is dus tegen dagelijkse wisselend rentetarieven. Dat hebben we afgedekt door middel van swaps. En wat is het in feite? Dat is een verzekering tegen een rentestijging. We hadden uiteraard ook een lening kunnen plaatsen voor 10 of 20 jaar met een rentevastperiode. Dat zou duurder geweest zijn als dat we nu met swaps werken. We lenen dus tegen een dagtarief en hebben het verzekerd tegen een rentestijging boven een bepaald percentage. Nou zijn er een heleboel soorten derivaten. In dit geval is sprake van een renteswap. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Als u zelf een hypotheek zou hebben, bijvoorbeeld heeft u gekozen voor een variabele rente. Dat kan heel plezierig zijn als de rente daalt, want dan gaat u steeds minder betalen. Alleen als de rente stijgt, gaat u meer betalen. En dat zou u liever niet willen. Dan zou u met de bank kunnen afspreken, dat wil ik afdekken. Ik swap mijn rente, ik ruil mijn variabele rente voor een vaste rente. En het voordeel is dan dat die vast blijft? Nou, dat in ieder geval geen ongelukken gebeuren als de rente heel hard stijgt. Kunt u gewoon de maandlasten blijven voldoen. En blijft de rente dus vast. Deze manier van verzekeren. Vestia heeft daar wat mindere gevolgen van ondervonden, zeg maar. Ja. Was het risico voor Apeldoorn? Ik ben blij dat u Vestia noemt. Wat wij doen is dus niet wat Vestia gedaan heeft. Die heeft gespeculeerd. Wat wij afdekken zijn leningen die wij ook inderdaad afgesloten hebben. Nu hebben lopen, waar wij nu het risico van afdekken. Niet voor toekomstige leningen in 2031. Niet meer als wij hebben van ons totale leningportefeuille, iets meer dan 600 miljoen, hebben wij 250 miljoen via deze constructies lopen. Geen speculatie, het is verzekeringspremie. Het is heel iets anders als Vestia gedaan heeft. Het is ook heel iets anders als sommige andere gemeentes in Nederland doen. Wij zijn gewoon puur conservatief bezig om risico's af te dekken. Je kunt alles zo veilig of onveilig maken als je wil. Een derivaat op zich is niet een onveilig product. Het voorbeeld van het huis, als u dat zou willen kopen. Stel dat u nou helemaal niet met dat huis bezig bent en alleen met die optie op dat huis aan de gang wil gaan en die wil gaan doorverkopen. Ja, dan kom je al op een hellend vlak en dan ga je meer speculeren dan dat je gaat afdekken. En dan wordt het wel gevaarlijk. Nou zijn er geluiden, met name uit Financieel Dagblad, die zeggen dit is een bijzonder ingewikkelde materie. Eigenlijk moeten gemeentes dit niet doen, want die hebben daar gewoon de know-how niet voor. Die hebben de kennis niet. Wat het Financieel Dagblad gezegd heeft, is dat zij twijfelen of het grootste gedeelte van de gemeentes die kennis in huis heeft. Ben ik het wellicht ook nog met Financieel Dagblad eens? Wij zijn echter niet schiermonnikoog. Wij hebben een grotere omvang. Wij hebben hier een uitstekend werkende treasury-afdeling die donders goed weet waar ze mee bezig zijn. Niet alleen met dit rente-instrument, ook met andere instrumenten. Ik denk dat een gemeente van onze omvang met onze treasury-afdeling donders goed weet waar ze mee bezig is. Of dat alle 400 andere gemeentes in Nederland ook hebben, dat durf ik te betwijfelen. Er is ook toezicht op, neem ik aan. Uiteraard vanuit de accountant sowieso. U ziet het ook bij ons in de jaarrekening staan. En naar wat ik begrepen heb, straks ook vanuit het ministerie. Nou, daar zijn wij niet bang voor, want wij speculeren hier niet mee. Wij gebruiken het als verzekeringspremie en dat is gewoon een heel normaal instrument.